Yo, what's up guys? Deze week dropte daar een nieuwe update voor Gran Turismo 7 met 4 nieuwe auto's, 1 nieuwe track en 1 hele belangrijke feature. En in deze video ga ik met jullie door alle nieuwe dingen lopen om te kijken of het vet is en of je het moet gaan spelen. We gaan gelijk checken. Uiteraard beginnen we bij de auto's. En wat ik zei, het zijn 4 nieuwe auto's. Eentje daarvan is ter ere van de 25th anniversary. Daar gaan we nu heel even naar kijken. En dat is deze Red Bull X2019 25th Anniversary Edition. We kennen deze auto's natuurlijk uit Gran Turismo, de franchise. We hebben deze al vaker gezien. Een bijzonder lijpe auto. Wordt ook veel gebruikt in competities onder andere. En deze krijg je. Deze krijg je gratis. Hoef je niks voor te doen. Als het goed is, wanneer jij de game opstart, zit deze al standaard in je inbox. Gaan we even kijken naar de andere auto's. Want er is ook een nieuwe Nissan Silvia. Een tweedehands auto uit 1996. Vraag me niet waarom het wederom een Silvia is die in de game zit. Hoeveel Silvia's kan deze game nog gebruiken? Ik heb geen idee. Maar hij zit erbij. Blij dat we een nieuwe auto hebben. Je kan deze gebruiken bij nieuwe World Circuit Events. En het is een Nissan. Dus ja, Nissan is altijd dope. Kijken we naar de volgende. En dat is een nieuwe BMW. De BMW M2 Competition uit 2018. En ik heb hier voor de kleur Alpine White gekozen. Dit is hoe je hem koopt bij de dealer. Dit is geen used car, deze is een nieuwe. En ja, hij kan wel wat visuele upgrades gebruiken. Zoals een spoiler en misschien frontbumper, skid. Noem het allemaal maar op. Maar dit is hoe je hem kan kopen. Gewoon rechtstreeks bij de dealer. Toffe auto, nog niet meer geraced. Dat gaat ongetwijfeld later gebeuren. Maar we gaan nu naar de last but not least Ford Sierra RS 500 Cosworth uit 1987. Ook deze moet je halen bij de tweedehands car dealership. Hij is niet heel erg duur. Even uit mijn hoofd 2 ton. Kan ik me in vergissen hoor. Maar dit is op zich een hele lijpe auto. Kijk sowieso dat dashboard. Dat is echt geniaal. En dit is ook de auto waarmee we straks heel even het nieuwe circuit gaan checken. Want er zit een nieuw circuit in. Maar daar komen we straks heel even op terug. We gaan nu eerst naar de car dealership. Want ik denk toch wel dat dit de grootste en vetste update hieraan is. En dat is het feit dat we nu eindelijk auto's kunnen gaan verkopen. En dat kan dus hier bij de used car dealership. Je gaat vervolgens rechtsboven naar car valuation service. Dan zie je al jouw auto's staan. Je hebt ze hier allemaal op een rijtje. Rechts zie je de prijs, het prijsverschil met de dag daarvoor. Even kijken of ik nog een auto dubbel heb. Ja, die heb ik zeker. Ik heb hier een Ferrari F8 Tributo uit 2019. En die gaan we verkopen. Nou, hij is 1,3% duurder dan dat hij gisteren was. Nou, ik heb eentje met 380 kilometer op de teller. Deze hebben we gebruikt overigens bij de Ferrari Challenge in het vorige seizoen van de Gran Turismo 7 League. Nou, ik ga deze standaard verkopen. 319 kilometer gereden. Kijken wat die opbrengt. Tuning valuation is 32.000. Body valuation is 167.000. Combineer op zo'n 2 ton. Nou, ik heb er toch 2. Dus laten we deze gelijk gaan verkopen. En die credits opstrijken. Dat is dus hoe dit werkt. Je kan niet 2 keer dezelfde auto verkopen op 1 dag. Dus mocht je meerdere versies van een bepaalde auto hebben, dan moet je daar heel even mee wachten. En hopen dat de prijs natuurlijk gunstiger uitvalt de dag erna. Er zijn ook wat nieuwe menu-items in het Gran Turismo Café. Daar gaan we nu naar kijken. Dat zijn er 2. En extra menu nummer 12 heeft alles met Renault-auto's te maken. Nou, ik heb er al 2. Moet er nog eentje. Het lijkt op een Clio als ik het zo goed zie. En menu nummer 13 met de Nissan Skyline GTR. Dit wordt natuurlijk hartstikke lijp. Ik ben fan van de GTR. Sowieso Skylines zijn super, super bruut. En we moeten sowieso een keertje een jaren 90 straatrace league seizoen opstarten. En dan ga ik ook zeker weten een Nissan Skyline nemen. Maar we gaan nu gelijk al even het nieuwe circuit checken. Want een nieuw circuit, dat is natuurlijk altijd een van de meest vrede dingen. En ik ben blij dat er ook weer bij deze update er eentje bij zit. De vorige hebben we natuurlijk Watkins Glen gekregen. Dat was ook een circuit in Amerika. Hier zien we hem. Dit is de nieuwe van deze. En dat is Michelin Raceway Road Atlanta. En die gaan we gewoon gelijk checken. Dat doen we met de FR Challenge 550. Die kiezen we dan ook. Dat doen we in de nieuwe Ford Sierra Cosworth uit 1987.
En we gaan checken of ik hier een overwinning in de wacht weet te slijpen. Ik zou je zeggen, dit is de eerste keer dat ik dit circuit ga rijden in Gran Turismo. Het is volgens mij ook de eerste keer dat het circuit in Gran Turismo zit. Het is een bruut circuit, want ik heb hem wel eens gedaan in Forza. Forza Motorsport moet ik zeggen. En wellicht dat hij ook in andere games heeft gezeten, maar van Forza Motorsport, daarvan weet ik het 100% zeker. Best wel een lijp circuit. Veel hoogteverschillen, maar ook wel tricky. En aangezien ik lang dit circuit niet heb gedaan, gaan we kijken of ik überhaupt wat van kan bakken. Want ik heb geen idee wat de rempunten zijn of wat dan ook. We gaan het zien. Daar gaan we dan. Rechtstuk op start-finish. En dan beginnen we aan onze race hier. Michelin Raceway Road Atlanta. Voor het eerst dus in Gran Turismo 7. Zoals ik al zei. Maar niet helemaal nieuw voor me. Want hij zat dus al jaren in Forza Motorsport. Je ziet al gelijk door de grote hoogteverschillen. Veel blinde bochten. Dat maakt het naar mijn mening bijzonder spectaculair. Kleine touché daar. Dat is ook hier auto's ontwijken. Want... Klein beetje onstabiliteit hier. Want we zullen naar voren moeten racen. Want we rijden op bijna 12 seconden achterstand van de nummer 1. En we hebben maar 3 rondes om dat goed te maken. Kunnen we hier aan de binnenkant zitten? Ja. Dat gaat helemaal goed. Spectaculair circuit dus. Niet alleen door de hoogteverschillen. Maar we rijden nu langzaam. Ik zeg langzaam, want we gaan maar met 170 km per uur op dit moment. Richting een van de vetste bochten. In ieder geval een van de vetste bochten om een inhaalmanoeuvre te plaatsen. Dit gebeurde dan ook heel vaak in Forza Motorsport. Dit is echt een perfecte plek om iemand uit te remmen. En door het hoogteverschil kan je proberen net wat meer risico te nemen dan je tegenstander. En dat was ronde 1. Niet hard insturen hier, want dat vindt de Ford niet leuk. En dan rijden we op P6. Kunnen we lekker royaal laat remmen ten opzichte van onze tegenstanders hier. Maar laat ik gelijk ook heel even zeggen. Iedere dinsdagavond rijden wij een competitie, de GT7 League. En dit keer is dat de Japan Tour. En daar kan je meedoen mocht je willen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is heel even ons Discord joinen. We hebben voor dit seizoen in principe nog 1 plekje open. Maar het komt vaak genoeg voor dat niet iedereen opkomt dagen. Voor wat voor reden dan ook. En dan zou je plaats kunnen nemen op het reservebankje. En als je dan op dinsdagavond om 8 uur klaar zit, dan ben je van harte welkom om gezellig mee te doen. Terwijl we hier een podiumplek in ieder geval pakken. Mochten we dit vast kunnen houden. En kijk eens wie daar op kop ligt. De Ford Sierra RS500 Cosworth. Uit 1987. Dezelfde auto die wij hebben. En we kunnen allemaal wat snelheid tekort merken. Want ze lopen uit. Nou, we lopen nu weer een beetje in op de nummer 2. Iets hogere toeren lijkt het te gebeuren. Nee, dat gaat hem niet worden. Maar... je hebt het idee, denk ik, inmiddels wel door. Dit is ook nog best wel een tricky stukje. Wanneer je versleten banden hebt op een gegeven moment. Nou, dat hebben wij nu niet. Gelukkig. Maar dat kan vooral tijdens een serieuze league race nog mooie taferelen opleveren. Terwijl we hier... een inhaalpoging gaan proberen straks bij de Ford Sierra. Omdat die bocht dus blind is en ik hem nog niet heb gedaan, was dat een beetje verkeerd ingeschat. En hier gaan we zij aan zij. Maar zoals je ziet, komen we hier wat snelheid tekort. Proberen we hier in de slipstream te blijven. En dan moeten we hem hier pakken. En dat doen we dan ook.
Ik verwacht nog wel dat hij terug gaat komen. Ja, houden wij in ieder geval de binnenkant. Proberen we hier het slipstream te pakken. Ik ben bang dat we het niet gaan redden. Hij gaat er wel heel hard vandoor. En dit bedoel ik dus met risico nemen. Zeker tijdens een race waar het er echt om gaat, kun je hier toch wel je tegenstander afbluffen. Dat hebben wij nu net ook gedaan. En dan gaan we over start-finish. Dan zijn we eerste. Dit was Michelin Raceway Road Atlanta, jongens. Nieuw circuit dus in Gran Turismo. Nieuw bij de update. Gratis update, gelukkig ook. En ik moet zeggen, ik vind hem toch wel behoorlijk vet. Dit was de update. Dit was ook de video. 4 nieuwe auto's dus. En 1 nieuw circuit. 2 nieuwe menu items. En een aantal World Circuit events. We zijn er allemaal doorheen gelopen. De grootste update blijft natuurlijk het feit dat je je tweedehands auto's kan verkopen. Dat was ook wel broodnodig. We hebben er sinds maart om zitten zeuren, janken, schreeuwen. Het is nu eindelijk hier. De manier waarop ze het geïmplementeerd hebben vind ik op zich ook nog wel redelijk interessant. Het zorgt ervoor in ieder geval dat het ook een beetje een spelletje blijft van goed de prijzen in de gaten houden. Om de meeste bang voor je buck binnen te slepen. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken. En mocht je dit nou een interessante video vinden, vergeet dan niet dat duimpje omhoog. En vergeet ook zeker niet te abonneren. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Ciao.